voorstellen, onze spreker van vanavond, Dimitri Verhulst. Iedereen kent, denk ik wel, Dimitri Verhulst vanwege de Gelaasheid der Dingen, de roman waarmee hij tot ver buiten Vlaanderen bekendheid verwierf en waarvoor hij de Gouden Uil Publieksprijs kreeg. Hij ontving de Libris Literatuurprijs voor Godverdomse Dagen op de Godverdomse Bol. En daarnaast schreef hij pareltjes en parels van romans, theaterstukken en poëzie in uiteenlopende stijlen, maar altijd met een bijzonder scherp pen. Dimitri Verhulst, wij waarderen uw komst vanavond zeer, zeer. Ten meer omdat het geschreven en gedrukt stond dat u geen interviews meer gaf en geen lezingen. En hier bent u om over geluk te praten. Dat vinden wij heel erg fijn en heel erg bedankt om een extra moeite te doen. Dimitri Verhulst hebben wij gevraagd om over geluk te komen praten. Misschien denkt u het oeuvre van Dimitri Verhulst en geluk. Die mens schrijft toch vaak over ongeluk. Wel nu, dames en heren, in het oeuvre van Dimitri Verhulst staan ongelooflijk mooie passages over geluk. Ik zal me beperken tot eentje. Als het toegelaten is, ik lees voor uit uw werk. Het gaat over, het is een passage uit het boekje Mevrouw Verona daalt de heuvel af. En het gaat over meneer Pottenbakker, die op het punt staat om een huis te kopen. En meneer Pottenbakker maakt een ongelooflijk mooie bedenking. Dat je, als je een huis koopt, niet alleen moet eraan denken dat je in dat huis gelukkig kunt zijn, maar ook dat je er ongelukkig moet kunnen zijn. Ik citeer. Zijn denkwijze mag dan als eigenaardig worden beschouwd, er valt in ieder geval iets uit op te steken. Wie een huis koopt voor het leven en gelukkig is, moet erop bedacht zijn dat vroeg of laat toch ook ongeluk de kop opsteekt, in vorm van ziekte, van ouderdom om het even. Dus zeker, de vraag die men zich bij de aankoop van een huis moet stellen is, kan ik hier tevens ongelukkig zijn? En hij meende wel dat in dit landschap zijn melancholische buien beter konden opvangen dan welk ander landschap ook. Ze werden zeldzamer, die buien. Misschien omdat ze beter pasten bij zekere jeugdigheid die hij stilaan niet meer bezat. Maar hij hield er toch maar even rekening mee. Een sprong in het duister om te mogen vallen in het licht. We kopen het. En ze vreeën de lege kamer vol holle klanken, waarna ze de kreuken uit hun kleren streken en naar de notaris reden. Er verscheen een glimlach op het gelaat van mevrouw Verona toen ze hieraan terugdacht. Een boogje van dunne lippen, een haakje dat een lange mooie zin afsloot. De herinnering aan geluk die in een weemoedige toonaard ook geluk mocht zijn. Naar aanleiding van dit boekje heeft u in een interview gezegd, en ik citeer, in de literatuur wordt heel cynisch gedaan over de liefde. Eigenlijk zijn de opvattingen heel klein burgerlijk. Geluk ziet er overal hetzelfde uit. Ongeluk is een thema dat je kunt waarderen. Kennelijk is er een taboe. Geluk is een van de weinige grote uitdagingen die er nog liggen in de literatuur. Dimitri Verhulst, we zijn zeer benieuwd naar de wijze waarop u deze uitdaging te spreken over geluk in de literatuur aangepakt hebt. Ik geef u graag het woord. Geachte aanwezig, kunnen jullie mij horen? Ja? Ik, van alle mensen, mocht vanuit deze hoogscholaire hoek de vraag ontvangen een lezing te geven in de stad die mij ontzettend dierbaar is en waarin ik zoveel heb gevonden, miserie zowel als liefde. Om hier in Gent dus een lezing te geven om en rond het naar damesblad ruikende onderwerp, geluk. En ik had nog maar 3 seconden toegezegd, of ik had daar al meteen weer spijt van. Want jawel, ik kende mezelf. Meer nog dan dat ik een grote schijnwerper had te richten op een thema dat in wezen huismoeders, asielzoekers, dokters, mijnwerkers en batterijkippen verenigen moet, had ik de roep gehoord van een gestreelde ijdelheid. Had ik nu nog gemeend de onverbiddelijkste aller natuurwetten te kunnen verschalken. De wet namelijk, die stelt dat elke getikte seconde onherroepelijk voorbij is, door een deuk in de tijd te schrijven, post naar het verleden, naar mijn kinderlijke ik.
als kon ik tegen het jongetje in zijn sponsenbroek dat buiten aan de deur moet wachten tot zijn vader klaar is nu door te bewerken met vuist en meubelstuk. Als kon ik tegen dat jongetje zeggen, courage ventje, volhouden. Op dit ogenblik lijkt het jou misschien nog fabelachtig, maar later ga jij voor een groep aanstaande gediplomeerden lezingen geven over geluk. Had dat inderdaad nog de motivatie geweest, maar ik moet het herhalen. Het is ijdelheid en niets dan ijdelheid. Ik heb me laten vangen door de gedachte eindelijk van kruimelgrote betekenis te mogen zijn in het academische bestel. Een feit dat ik niet onvriendelijk verwelkom als een grap. Ik heb valse troost geroken voor mijn gemis aan vernuft. De grenzen van mijn denken die ik al te makkelijk bereik bij schaakproblemen met een hilarisch lage moeilijkheidsgraad. Mijn brein dat in zijn blootje staat wanneer het erop aankomt simpelweg een naam of een gezicht te onthouden. Mijn onkundigheid aangaande andere talen dan die ene waarin ik tegenwoordig neerschrijf en lees dan ik er nog in leef. De jarenlange verbeten frustratie om een kleine opslagruimte. Tot u richt zich een mens die 3 keer zijn theoretisch rijexamen heeft afgelegd. En het gemis aan een deftig diploma of getuigschrift van een kunde waarmee ik het besef van mijn domheid nog enigszins milderen kon. Ik heb 3 seconden lang mezelf de leugen geschonken, gegund moet ik zeggen, veel van de schade aan mijn zelfbeeld te kunnen herstellen. En daarmee lijkt ik al meteen te hebben gezegd dat de mens met al zijn kleinzerigheden en complexe zielenroerselen niet in staat kan worden geacht om datgene te beleven wat wij doorgaans noemen geluk. En dan moet ik mij ogenblikkelijk verontschuldigen voor deze valse staat. Want eigenlijk zou ik niets liever doen dan hier te zeggen dat ik in wezen wel een gelukkige mens ben. Beklemtonen dat ongeluk niet noodzakelijk iets is wat het geluk in de weg hoeft te staan. Meer zelfs, ik zou het geluk willen omschrijven als iets wat niet zozeer de troostprijs is van de achterlijke, dan wel de verworvenheid van de denker. Helaas bevind ik mij als schrijver enigszins in het verkeerde kamp voor dit soort uitspraken. De literatuur is nu eenmaal geen huis waarin het geluk wordt ontvangen als een genode interessante gast. Je kan er namelijk niet veel mee. Illustratief op dat vlak is de frequentie waarmee je al maar Lev Tolstoy geciteerd hoort worden. Anna Karenina, u weet wel. Alle gelukkige gezinnen lijken op elkaar. Elk gezin is op zijn eigen manier ongelukkig. Alle gelukkige gezinnen lijken op elkaar. Elk gezin is op zijn eigen manier ongelukkig. Dat is een droom van een openingszin. Een karamel van een ouverture die helemaal op zijn plaats is in de roman zelf. Ik zou er bijvoorbeeld niet trouwig om zijn indien ik zelf de auteur van deze zin mocht zijn geweest. Een steengoede zin die evenwel naar bekrompenheid ruikt eens hij uit zijn context wordt gehaald. De boutade dat alle gelukkige gezinnen op elkaar lijken en versta dus ook best saai zijn, is een cadeau gebleken voor de reclamemaker, die zijn hele creativiteit al jaren op het laagst mogelijke pitje kan houden en de maakbaarheid en dus zeker ook de koopbaarheid van geluk kan presenteren op een uiterst beperkt aantal manieren die wat mij betreft vele malen saaier zijn dan het geluk zelf. Dat geluk zich maar in 1 enkele gedaante aan ons zou vertonen, is de werkelijkheid bekeken door een sleutelgat. De Franse dichter Louis Aragon schonk het leesveel nog minder hoop door te schrijven: er bestaat geen gelukkige liefde. Klinkt als een pleonasme, want hoeveel liefde zou er overblijven van een ongelukkige liefde? Geluk, dat is volgens mij liefde. Met nog een paar ingrediënten erbij. Geld en gezondheid en op tijd en stond een smakelijke woede Berlijn. Maar zeer zeker ook liefde. Beantwoorde liefde. En als dat niet eens mag bestaan, zeg mij, waar ligt die balk? Waar hangt dat touw? Een ander Franstalig dichter, een Belg, genaamd Norge, pseudoniem van Georges Mauguin, voert het geluk op in een circus.
als een exotisch dier dat onder luide tamboerijnmuziek in de piste wordt losgelaten. Het ging vele oes en aas van het half verwonderde, half verschrikte publiek ontlot. Nee, niemand had zulks ooit gezien. Het gedicht in kwestie is zo onnozel en puberaal. Een en al flauwe plezantigheid dat je er als lezer niet eens aan twijfelen kan. Echt geluk bestaat. Het is alles behalve een circusattractie en het is prachtig. De gedachte die daar bij velen nog aan is voorafgegaan is: schrijvers zijn aanstellers. En ik voel me onvoldoende bewapend om dat te kunnen ontkrachten. Ik ben even te rade gegaan bij specialisten ter zake. Bij de beroepsgeluksmakers van het tijdschrift Goed Gevoel. En ik lees daar op een lukraak opengeslagen bladzij in de wijk genaamd Zoek naar Geluk, dat een sessie lachyoga een aanzienlijke bijdrage zou kunnen leveren aan mijn geluksgevoel. Lachyoga, God betert, een cadeau van een woord voor mensen die graag Scrabble spelen. Lachyoga, en ik raal wat ik heb gelezen, doe je onder begeleiding van een lachcoach en is fysiologisch zowel als psychologisch heilzaam. Lachcoach dus, je zal maar met één getrouwd zijn. Je zal maar uitgenodigd zijn op een trouwfeest en de tafel moeten delen met iemand die lachcoach blijkt te zijn. Enfin, tijdens zo'n sessie lachyoga sta je in een kringetje met allerlei andere zoekers naar geluk te giebelen en te giechelen tot je vergaat van de buik. Best mogelijk dat de gelukswaarde van de groepsgiechelaars flux de hoogte ingaat. Ik wens het hen overigens ook toe. Mogen de kostprijs hun grappen en grollen worden terugbetaald door het ziekenfonds, als het een mens uit de criminaliteit kan houden. Maar voor mezelf vrees ik, zou deze therapie geen ander effect hebben dan dat ik mij eindeloos debiel voel en sterf aan lulligheidsbesef. Wil ik maar gezegd hebben dat de pretjes van de ene niet de genoegdoeningen van de andere zijn. Geluk is een beest met meerdere snoeren. Is lachyoga niets voor mij, dan kan Goed Gevoel mij nog altijd het alternatieve kantje van de gelukstherapie adviseren. Het woord gelukstherapie ontleen ik trouwens letterlijk aan een bewuste artikel. Misschien, zo suggereert de welzijnsmachinist, moet ik eens een koe knuffelen. Niet zomaar de eerste, de beste koe die ik op een weide om de hals kan vliegen met het risico kennis te maken met een jaloerse stier, maar een speciaal voor knuffelstonden opgeleide koe. Het geluk stroomt in dikke gulpen door mijn aderen. Mijn laatste traan heb ik gelaten, dankzij Bella. De non-verbale communicatie die van de koe uitgaat, en ik citeer, prikkelt bovendien onze rechter hersenhelft, waardoor we creatiever gaan nadenken. Iets voor reclamemakers met andere woorden. Wij onze intuïtie vaker gaan volgen en minder stress ontwikkelen. Vraag is natuurlijk of koeien er gelukkiger van worden, gedurig te worden geknuffeld door geluksjagers die hun geloof in de wierookstok, de chocolademassage en het modderpad hebben verloren. Mijn betoog is vier povere tekstblokjes oud en minstens iemand moet ondertussen al hebben gedacht dat ik mijn onderwerp ridiculiseer. Om eerlijk te zijn, ben ik er zelf ook wat aan gaan twijfelen. Maar een groot stuk van de maatschappij, de westerse in het bijzonder, neemt deze nonsens wel ernstig. Goed Gevoel haalt een maandelijkse oplage van 122.000 verkochte exemplaren, wat wellicht een beter cijfer is dan de boekhandelaar met titels van Lev Tolstoj kan voorleggen. Als ik tot groot Jolijt van de hokjesdenker de verfoeilijke fout mag maken de mensen te verdelen in aparte, niet communiceerbare vaten, dan stel ik, kort door de bocht overigens, dat er een gans andere waarde aan geluk wordt gehecht door hen die behoren tot de artistieke elite dan door deze die de rang bevolken van het dode weekse grauw. Je gaat niet tegen een Somalische man die zo pas zijn hele gezin heeft weten wegtelen van de honger zeggen: weet je wat, knuffel eens een koe. U heeft er geen gedacht van hoe goed zulks u zal doen. Ik
sta er trouwens stom van te kijken dat de redactie zich van goed gevoel zich niet in Calcutta bevindt, maar op de Brandekensweg nummer 2 in het wellicht van keurig gesnoeide Buxushagen voorziene Scheppen. Of dat een deel van de verklaring is waarom het blad ook wiskundige formules publiceert waarmee de lezeressen hun eigen tepelmeridiaan kunnen berekenen, laat ik in het midden. Zwat, het is meer dan schoon alleen dat ons ervan weerhoudt een lachcoach af te sturen op de getroffenen van de aardbeving in Fukushima. Maar anderzijds zullen wij het ook niet wagen na een echtscheidingsprocedure, of schoon met de beste bedoelingen, een verlaten en vereenzaamd hoopje mens te troosten met de woorden uit de hoge cultuur. Hé, trek het je niet aan, gekkie. Alle gelukkige gezinnen lijken toch maar op elkaar. Hardnekkig als haarschilfertjes heerst onder literatoren de mare dat er geen vruchtbaardere bodem denkbaar is dan ongeluk. Kunst als mestbloem. Wil de om erkenning kreunende zondagsrijmelaar bijna gezegd hebben tegen Tadeusz Borowski: tja, voor u is het makkelijk om een meesterwerk te schrijven. Een beetje in het concentratiekamp van Auschwitz zitten. Er je vader de gaskamer in zien gaan en er vervolgens ook uit zien worden gesleept en in een put gesmeten. Dat hele walgelijke kamp overleven, dan ja, wat heet overleven? Je komt eruit met nog net genoeg energie om een roman te schrijven en meteen daarna zelfmoord te plegen. Zo kan ik het ook, grote romans schrijven. Kijk, ik heb nog nooit een cursus creative writing bijgewoond en ik zal het ook nooit doen, omdat ik samen met een van mijn kleine, maar niet te min gewaardeerde jeugdidolen, Herman de Koning, de mening deel dat je weliswaar iemand literatuur kan leren lezen, maar dat het literaire schrijven elkeen zichzelf heeft aan te leren. Toch kost het mij geen enkele moeite mij zo'n leraar te fantaseren. Die zijn van erelinten en internationale onderscheidingen dromende pupillen enkele basistips meegeeft. Een rotte jeugd is van goud waarde, maar dergelijk ongeluk is nooit helemaal je eigen verdienste. Dus voor de pechvogels met een vrolijke kindertijd adviseert hij schrijversaspiranten zich te storten in een desastreus huwelijk. Zij die nog twijfelen tussen een loopbaan als onlineverkoper van garagepoorten en een schrijverscarrière, kunnen zich nog altijd wenden tot drank en drugs. Beproefde middelen die meerdere zondagskinderen uit happy families alsnog een ster hebben geschonken aan het letterkundige firmament. En Louis Couperus begon naar het schijnt met de schrijverij uit pure verveling. Er is waarlijk een weg naar boekenland voor iedereen. Ik weet dat de verkoop van dichtbundels in deze beschaafde en zichzelf zeer cultureel ontwikkeld vindende regio zich net overeind weet te houden, dankzij het bestaan van begrafenissen. Toch moet er aan de poten worden gezaagd van de piedestal waarop de miserie in het huis der letteren wordt geplaatst. Want alles, maar dan ook alles, rammelt aan de stelling dat toffe ellende een mestbloem zou zijn voor de kunst. Of kent u soms een grote roman die werd voortgebracht door een gedesigrateerde Ethiopiër? Een naar napalm ruikende Vietnamees, een vernederde Aboriginal. Misschien bestaan die romans. Ik hoop het ook. Ik hoop het, omdat ik weet dat de onderwerpen aanwezig zijn in de wereld. Maar ik ken die romans niet. En dat betekent ofwel dat de recensenten het pad van de volksopvoeding hebben verlaten, of dat de boekenbeurs van Frankfurt geen plaats is om de vertaalrechten uit vreemde treurgebieden te verschacheren. Als ongeluk de beste carburatie is voor goede boeken, wel, waar zijn ze dan, al die meesterwerken? Waar zijn de inzakkende zolderkamers, gevuld met stuk voor stuk monumentale pennenvruchten? De intellectuele lichtbaken die de Nobelprijs voor literatuur toch ergens is, reflecteert alleszins uiterst mat en zwak de stelling dat diepe ellende de beste woordput voor grootse geschriften is. Zwart Afrika, wereldkampioen ellende nochtans, is in de galerij der grote pennen
enkel vertegenwoordigd door de Nigeriaan Wole Soyinka. Wole wie, hoor ik u denken, en dat is u allesbehalve kwalijk te nemen, want inderdaad, voor de roem hoef je het niet te doen, zo'n Nobelprijs te winnen. Voor roem hebben we tegenwoordig kookprogramma's. Wole Soyinka. De openbare bibliotheek die een enkel werkje van deze auteur op een plank heeft staan, mag haar volledige personeelsbestand op een barbecue trakteren op kosten van de cultuurminister. Of maak ik mezelf nu te hard wijs dat cultuur de cultus van het ongeluk te zeer serveert. Hoe dan ook, mocht ik onlangs de toch nog maar eens lezen, meer bepaald op Cobra, de cultuursite van Radio Klaar, naar aanleiding van extreem luid en ongelooflijk dichtbij het roman van Jonathan Safran Foer, de zin, als arm een writer's goldmine is, dan geldt hetzelfde voor rampspoed. Bijna voel ik mij verplicht als literatuurminnende mens een gat in de lucht te springen bij het zien van instortende torens, neergemaaide snaken in een oorlog waarvan zij de bestaansreden niet raden, in blijde verwachting, als ik mij na de kennisname van zoveel misère weet van een nieuwe vracht, leesvoer, begroeten bij boekenburen, de moorden te modderstromen in China met grote blijdschap en maken wij meteen plaats vrij voor minstens 15 nieuwe toproman's. Er is natuurlijk nog een reden waarom wij de Great Ethiopian Novel vooralsnog niet mochten lezen. Omdat diegene die in staat moet worden geacht er de auteur van te zijn, misschien nog moet worden gealfabetiseerd. Al is dat niet meteen een gans andere reden, verwant als ongeluk en ongeletterdheid nu eenmaal zijn. Literatuur zal pas de waarachtige spiegel van onze soort zijn, van ons denken en ons voelen, van onze dromen, onze liefdes en onze emotionele neergangen, wanneer de balpennen eerlijk zijn verdeeld over de hele wereld en elkeen het heeft aangeleerd hoe daarmee te schrijven. Een jongen, afkomstig uit krek hetzelfde milieu als ik, geboren op dezelfde plek en binnen dezelfde familie, zou 3 tot zelfs 2 generaties eerder een boek als De Helaasheid der Dingen eenvoudigweg niet kunnen hebben geschreven. Simpelweg omdat hij moest werken in een garenfabriek aan de tender op dagen die tegenwoordig in klaslokalen worden doorgebracht. Sommige literaturen hadden meeval en auteurs die romans schreven over het ongeluk van hen die er zelf niet over berichten konden. Emile Zola, Charles Dickens. Hoor ik u denken dat ik de termen geluk en ongeluk nu wel zeer uitdrukkelijk aan het materiële koppel. Jazeker, het is niet moeilijk om te erkennen dat doffe keurigheid zich gewoon ook tussen de oren afspeelt. Dat een lege portemonnee of een lege eetlepel geen conditio sine qua non hoeft te zijn voor rauw gejankte wangen. De nacht kan ook makkelijk vallen in de harten van hen die hun schade bedrogen hebben. Het wezen overigens geprezen dat het gewicht van de psychologie mag doorwegen in de literatuur. Hoe zou ik er anders van kunnen houden? Maar na 400 tot 450 jaar moderne romankunst, die ik hier conventioneel laat aanvatten bij Rabelais en Cervantes, is het geluk en het ongeluk voornamelijk behandeld als een burgertruttending. Wanneer wij al die volgekladde tonnen papier doornemen, dan hebben wij weinig andere keus dan te stellen dat de verhouding blik op de wereld versus klein menselijk geëmmer over liefdeskwalen en midlife-perikelen volkomen scheef is en dat zij geenszins het schrijverschild reflecteert als een bende cosmopolitische denkers. Orhan Pamuk, die goed beargumenteert de roman plaatst in een zuiver Europees cultuurhistorische context, zou aan zijn essays kunnen toevoegen dat de Europeaan met de romankunst een bombastische uitdrukkingsvorm heeft gevonden voor zijn oppervlakkigheid. Een oppervlakkigheid die weinig verschilt dan in datgene wat de gelukverkopende magazines als goed gevoel hebben aan te bieden. Maar, en ook daar gaat het hem natuurlijk om, die wordt gered door de vorm. Stellen wij ons even
de Europese literatuur voor van de laatste eeuwen, indien er geen twee wereldoorlogen waren geweest. Eerlijk gezegd maak ik die oefening tegen mijn zin. Bang als ik ben te stoten op een papierberg eigen geil egocentrisch gejerenieer. Literaire getuigenissen van ongelukkige getarte zielen, zonder meer, maar kleinzerig en vervuld van zelfmedelijden. Hoe komt het dat ik na opzomming van deze predicaten meteen aan Gustave Flaubert moet denken, eraan toevoegend dat hij niets te maken heeft met de moordzuchtigste aller eeuwen en ik Flaubert in al zijn zelfvoldane navelstaterige goedkope pathetiek best aangenaam, ja zelfs vermakelijk leesvoer verder. Flaubert, waar hij daar niet ruimschoots te dik voor geweest, een man die er niet mee zou hebben opgehouden zijn eigen gat te likken. Bourgeois en provinciaal in één, een mannelijke jet-set-slet, dol op feestjes voor blauwe bloedigen, waar hij zijn rol van kluizenaar uitspeelde om naïeve toelas met adellijke stamboekpapieren en kristallen kroonluchters boven het bed te imponeren en terzelfde tijd te schofferen om zijn blazoen van rebel op te nemen. Een dikke pens die in vaak zeer vermakelijk proza zijn eigen zieligheid heeft uitgeschreven. Zo zeer zelfs dat hij voor een paar kilo's mee het algemeen imago van de schrijver heeft bepaald. Want schrijvers mogen tegenwoordig wel deelnemen aan quizzen op televisie. Je ziet ze rondhuppen tijdens modeshows, je ziet ze randcommentaren verzorgen in de Tour de France, in bad liggen op de boekenbeurs en wat nog meer. Toch blijft het beeld van de schrijver als somber, zolder, zonderling, helemaal overeind. U kan zelf de test doen. U begint een relatie met iemand die serieus genoeg genoemd kan worden, opdat hij of zij u op een dag voorstelt aan zijn of haar ouders. Potentieel dus uw aanstaande schoonouders. Plezant is het natuurlijk nooit om die eerste keer over de vloer van liefrouders te komen. Natte handen en nerveuze mondtrekken zijn in ieders deel. En waarschijnlijk heeft u zich extra goed gewassen, uw haar gekamd, uw schoenen gepoetst en kloddertjes oorput verwijderd om niet meteen ter hoogte van de tortel afwijzende blikken te moeten incasseren. En dan komt het. Na het uitwisselen van de handdrukken en het braafje snippen van de darjeeling-thee, de vraag: en wat doet u in het leven? Daar moet u het zeggen. Ik ben schrijver. Aanschouw vervolgens de angstige gelaten. De mama die vreest haar bloedje uit handen te geven aan een debris dichter met lang en slecht gekant haar bovendien. Een armoedzaaier die de gordijnen vol sigarettenrook jaagt, geen grote frank in huis bent, de wereld verbetert terwijl zijn eigen gezin wordt meegesleurd in noodeloze zwartgalligheid. De papa die beseft dat zijn nazaat is thuisgekomen met iemand die te lomp is om te helpen dokteren en zeker niet eigenpotig een douchecabine kan installeren. Hoewel de nieuwsberichten van de laatste jaren andere gedachten moeten voeden, vrees ik dat ouders hun kind nog altijd liever met een beursgevoel zien thuiskomen. Met curiositeit heb ik de proef op de som genomen en ben ik voor mijn eigen boekenkast gaan staan. Dat uitgedunde testament van 25 jaar fanatiek en bezield lezerschap. Welk van al die boeken die ik goed genoeg vond om te willen bewaren en trappen op te zeulen gedurende meerdere verhuizingen, hadden een gelukkig iemand als protagonist. Het eerste wat mij te binnen schiet is een flinterdun boekje van John Voss, Morgen en Avond geheten. Van het hoofdpersonage daarin herinner ik mij vlagen van intens gelukkig zijn. Maar gaandeweg ontdekte lezer samen met het hoofdpersonage dat die man dood is en op weg naar een of ander schimmig doden eiland waarop zich zijn in de dood voorgegaane geliefden bevinden. Niet meteen een excellent voorbeeld van een gelukkig mens, ik besef het. Don Quixote was zot als een achterdeur, dat telt niet. En die zotheid heeft hem overigens niet altijd geholpen om zorgeloos zijn waanbeelden neer te sabelen of succes te boeken in de liefde. Ik laat mijn oog dan maar vallen op Peter Handke. Zijn essay van een geslaagde dag. Het werkje is minder dan een pink dik
Veel blijkt er alleszins niet te vertellen over een geslaagde dag. En ik koester er geen leesherinneringen aan. Geen goede, geen slechte. Van diezelfde Hanneke heb ik ook een werkje getiteld Ongezocht Ongeluk. Een dwaze titel, vind ik. Het talent van Hanneke niet waardig. En hij lijkt bovendien te insinueren dat ongeluk doorgaans opzettelijk gezocht wordt. Een theorie die een bluescoat niet zou bestaan. Zo lekker sadomasochistisch ongelukkig. Jubilee, hebben we iets om over te schrijven, alleen. De misschien wel grootste leestrip uit mijn adolescentenjaren is de trilogie De Rozenkruising van Henry Miller. Geluk heeft daar de levensduur van een orgasme, met haastige bestaantjes van de personages tot gevolg, zichzelf zwepend van de ene sponde naar de andere en vlagen van intense weemoed eens alle broeken weer zijn opgetrokken. De zogenaamde zondagsjongen uit de Nederlandse letteren, mijn gewaardeerde collega Remco Kampert, zou met titels als Het leven is verrukkelijk moeten meedingen naar de titel van ambassadeur van het geluksgevoel in de literatuur. Maar geluk, geachte aanwezigen, geluk heeft het kenmerk voorbij te gaan. Over geluk schrijven wij in onze boeken meestal in de verleden tijd. En Kampert ben ik al lang gaan zien als een diepe melancholicus, warm, maar verdrietig. Ik gniffel als ik de titels van Kamperts buurman in mijn boekenkast opmerk, Karel Čapek. Čapek heeft zichzelf ooit voor de uitdaging gesteld een meesterlijke roman te schrijven over mensen waarover niks miserabels te melden viel. De roman, een doodgewoon leven. Dat een schrijver zoiets als een uitdaging kan zien, vertelt op zich al genoeg. Halverwege de roman voelde Čapek de bui al hangen. Een meesterwerk was hij niet aan het maken. En dus maakte hij zijn personages veel complexer dan mocht van de titel. Ironisch genoeg hees Čapek zich pas op het hoogste schap van de letterkunde met een gans andere roman, namelijk Oorlog met de Salamanders. Een boek waarin hij zijn zwarte kijk op de maatschappij etaleerde en dat kort nadien George Orwell zou inspireren tot het onvergetelijke en nog altijd essentiële 1984. Natuurlijk ben ik in het bezit van boeken waaraan ik een mens vrolijke herinneringen koester. Een Roddy Doyle die weergaloos leutig de Ierse treurnis neerzet. Een Gabriel Garcia Márquez, de grootste verteller aller tijden wat mij betreft. Die dorpsfeetes met dodelijke afloop smakelijker vertelt dan vele anderen een vuile mop. Maar die vrolijkheid heeft alles met de stijl van doen. Zoals ook Hilsenraads billenkletsers over de concentratiekampen schreef. Stijl is in zulke boeken een façade die zo sterk is dat ze meteen ook in staat is zichzelf te slopen om in de werkelijkheid in de zoen te stampen. Lachen als een hogere beschavingsvorm van janken. Ik eindig deze korte en veel te gehaaste reis door mijn boekenkast bij een van mijn oude idolen, de schrijver Frans Pointel. Omdat hij de enige is in mijn kast die een boektitel heeft waarin het woord geluk voorkomt. Nee, het is niet waar. Vorige week werd mij een boek van Lila Azam Zangane in handen gestopt, getiteld De Tovenaar Nabokov en Geluk. Maar ik heb het nog niet gelezen en kan er uiteraard niks over kwijt. Pointel heb ik wel gelezen. Ontzettend graag zowaar. Onder meer zijn boek genaamd Ongeluk is ook een soort geluk. Wie zin heeft in een rondje lefkozen, hoeft deze titel enkel te herhalen in de sloppenwijken van New Delhi. Maar neem dus, boeken over waarlijk gelukkige mensen zijn mij niet onmiddellijk bekend. Tini naar de dierentuin daar gelaten. Konijntje Bakkel eet een ketel, zo dat boek al bestaat ook. Maar dat is voor kinderen. En in het bijzonder voor kinderen die bediend worden met een vulgaire vorm van verhalenkramerij. Ouders die zichzelf vooral heel erg goed willen vinden als ouder, lezen hun kinderen verhaaltjes voor vlak voor het slapen gaan. Dat is het verschil met echte literatuur. Die lezen wij namelijk om wakker te worden. En dat verklaart enigszins waarom er amper of geen plaats is voor geluk in de letteren. Zegt de mening van Simpel Fabrikaat vervolgens, schrijver, kunnen maar beter.
te gelukkig zijn. Wanneer ik dit allemaal op mijn eigen leven, dat een schrijversleven is, projecteer, dan moet ik bekennen dat mijn kindertijd volgens het eerder geschetste cliché een uitstekende start van mijn literaire loopbaan was. De niet aflatende tirannie van mijn vader, het avond aan avond in bed liggen terwijl beneden moeder huilde omdat ze afgeranseld werd, de armoede, de schaamte, prachtig, prachtig. De staatsprijs voor literatuur kon mij amper nog ontsnappen. Toch werd er in mijn kleuterjaren over mij verteld dat ik tekenaar of schilder zou worden, dat het er vingerdik op lag. En het was waar. Ik hield er niet mee op kleurpotloden te verslijten. Wintervogeltjes waren mijn specialiteit. Een kinderpsycholoog zou ons vast kunnen vertellen hoe dat komt. Maar de reden voor al dit geteken laat zich makkelijk raden. Ik kon nog niet schrijven. Van zodra juffrouw Christian van het eerste leerjaar mij inwijdde in het prachtige ambacht van het schrijven, was ik vertrokken op een tocht die nog altijd niet ten einde is. Ik ruikte de ene solitaire bezigheid voor de andere, het kleurpotlood voor een ballpoint, en schreef escapistische vertellingen voornamelijk. De vogel uit mijn tekeningen vloog mooier eens hij was gemaakt van woorden. Opdrachten voor schoolopstellen ontving ik als een feest. Ik bood mijn diensten zelfs aan klasgenoten met een aversie voor dit soort huistaken. Ze hoefden mij er niet eens voor te betalen in repen chocola. Zeer vroeg liet men mij gevoelen dat het schrijven zomaar voor het schrijven niet meteen van een geestelijke gezondheid getuigt. Over kinderen die dom uit de bek uren onverdroten aan een tafel kleurboeken vullen en velden begraasd door langharige ponies tekenen, maken moeders en vaders zich geen zorgen. De grafische en plastieke uitspattingen van een kind worden kennelijk makkelijker geassocieerd met levensvreugde, de prenten van Käthe Kollwitz, de doeken van Goya ten Spijt. Ik heb alleszins nooit aan een oude hoeven te verantwoorden waarom ik pannenkoeken bakte met klei, of waarom ik rode stoomboten toverde uit mijn wasco-stift. De dag waarop ik aan onze keukentafel aan een door mezelf geïllustreerde science fiction novelle begon, onder invloed van Jules Verne ongetwijfeld, werd mij gevraagd waarom ik dat deed. Waarom schreef je inderdaad, als het je niet was opgelegd door school? Een mens schreef ter lering, niet ter vermaak, of omdat hij strafwerk had gekregen. Misschien heb ik daar later in mijn bestaan te weinig bij stilgestaan, maar eigenlijk zou ik het kunnen beschouwen als een sleutelmoment in mijn leven. Ik ben 9 jaar en zit aan de eerder ter sprake gekomen keukentafel naast onze veel te kleine behuisde kanarie te schrijven aan een gedicht, toen gedichten nog rijmden. Mijn vader graait het blad van onder mijn neus weg, leest het, zegt onnozelaar, en smijt vervolgens de palm van zijn rechter in mijn gezicht. Waarom lieten mijn tekeningen hem wel onberoemd en niet mijn schrijfsels? Was het omdat hij weet had van het grote gerucht dat schrijvers hun pennen slijpen aan het ongeluk en dat hij het was die mij tot schrijver aan het maken was? Of voelde hij reeds de onomkeerbaarheid van mijn passie, de noodzakelijkheid, en voorzag hij daar ooit zelf opgevoerd te worden in een van mijn geschriften. Later, als ik het metier beter onder de knie had gekregen. Het schrijven bleef. Het ongeluk bleef. Mijn moeder verdween met bijzonder weinig trauma definitief uit mijn wereld. Mijn vader had zichzelf met behulp van alcohol in een sociaal onaanvaardbare situatie gewerkt op het krankzinnige af. Het is waar. Jules Verne-achtige vertelsels zijn dan nuttige dingen voor een kind. Ik belandde op een christelijk internaat waar je het opvoedend personeel duidelijk heimwee voelde hebben naar de inquisitie. Hetgeen mij in combinatie met mijn steeds onhebbelijker wordende karakter dagelijks pakkende strafwerk opleverde. Mijn reputatie van arrogant zakje in leraarskamers en op directiekantoren had ik grotendeels te danken aan het feit dat ik elke straf met een stralende glimlach accepteerde. Het vooruitzicht tegen Sanderendaags 24 bladzijden te moeten pennen.
Ik zag er de verschrikking niet van in. Ook al moest ik daarvoor dan tot 2 uur 's nachts de schrijfkramp tarten. Ach, Heer, vergeef deze arme schoolpriestertjes, want zij wisten heus niet wat zij deden. Hadden zij enigszins goed naar de zin van hun moeilijk te kneden pupil gekeken, ze hadden ogenblikkelijk begrepen dat hij 10 jaar later nog altijd om 2 uur 's nachts aan zijn tafel zou zitten schrijven, maar dan volkomen vrijwillig en met een thermos koffie en een zak toebak binnen handbereik. De theorie die de schrijverij aan treuren schenkt, beging een eerste degelijke kwaliteitstest op mijn 14e, toen het zonlicht zich rijkelijk laat, maar niettemin toch binnenvond in mijn kindertijd. Ik werd geplaatst in een pleeggezin en was de gast in het familiale geluk van anderen. In die periode verloor ik ook definitief mijn geloof in God. Mijn weerzin voor de dood werd er niet onnoemelijk groter door, maar ik vond het een eerlijke prijs voor een filosofische onafhankelijkheid, zonder de welke ik onmogelijk gelukkig zou kunnen zijn. Die periode in het pleeggezin was misschien geen makkelijke, maar zij was er één van hoop. Ik liep rond als een contente mens, zeker weten. Het ongeluk week maar, dubbele punt, het schrijven bleef. Het fanatisme waarmee ik mijn zinnen aan elkander smeden had niks aan kracht ingeboet en wel in tegendeel. Verbazend genoeg reageerden mijn pleegouders, mensen met een bescheiden maar deftige bibliotheek in huis nogthans, even verstomd op dat geschrijvel van mij als mijn vader eerder deed. Zij sloegen me weliswaar niet in het gezicht, verbeten mij evenmin hun onnozelaar te zijn, maar boden wel een aantal sessies bij een psycholoog voor me, aangezien de solipsistische bezigheid waaraan ik mij te buiten ging ongepast was voor een ventje van mijn leeftijd en vast te wijden was aan diverse storingen in mijn bovenkamer. Mijn afspraken met de psycholoog ben ik uiteraard niet nagekomen. De uren die me waren toegemeten om ergens mijn ziel ter dissectie voor te leggen, ging ik op café zitten met een boek. Want ik was niet enkel een schrijver. Ondertussen was ik ook een lezer geworden. Lezer en schrijver zouden elkaar verbeteren en versterken. De literatuur, deze met een grote L, en ik zeg het met de pathetiek waarvoor ik mij in die jaren nog niet schaamde, was het enige huis waarin ik mij welkom en op mijn plaats had gevoeld. Het familiale geluk van anderen, zei ik. En Lev Tolstoy steekt zijn neus van achter de hoek, als om aan zijn gelijk te snuffelen. Ik ben 16 wanneer mijn avontuur in het pleeggezin vlot en ik word geplaatst in een tehuis voor verwaarloosd grut. Daar zal ik mijn eerste tekst schrijven die blaakt van literaire aspiratie. Een tekst die misschien niet verried dat ik schrijven kon, maar wel dat ik het ooit zou kunnen, misschien, als ik maar volhield en schaafde. Het is aan de deliberatiebereidheid van enkele leraren te danken, zo vrees ik te moeten zeggen, dat ik alsnog een humaniora-diploma heb gehaald. Want vanaf het 2e semester in het 5e jaar raakte ik geen studieboek meer aan, toch de boeken van Boom en Brouwers en vele anderen des te meer. Over mijn jongvolwassen leven kan ik niet veel fraais vertellen. Klassieke en ergens nuttige mislukkingen in de liefde. Periodes van werkloosheid, afgewisseld met periodes waarin ik met weinig opbeurende jobs mijn rekeningen hoopte te kunnen betalen. Het bewonen inderdaad van dat zolderkamertje uit het clichéverhaal omtrent kunstenaars. Op zich vond ik daar weinig klagenswaardigs aan. Zolang elke stap die ik zette enigszins leiden kon tot het manuscript dat mij toegang kon verschaffen tot het waarlijke schrijversschild, hoorde je mij niet zeuren. Al vreesde ik de dag waarop ik als een gefrustreerde, gerateerde, door 30.000 uitgeverijen geweigerde zondagsmedicus door het leven zou moeten. Ik kende de koppen, de uitdrukkingen, de humeurtjes van mislukte kunstenaars. De cafés die ik in Gent frequenteerde hadden er uitstekende klandizie aan. Geloof me, het was geen optie om als dusdanig door het leven te gaan, niet voor mij. Ik was 26 toen mijn debuut eindelijk in de winkelrekken lag en ik vond dat zelf op dat ogenblik ruim te laat.
Toch spreek ik vandaag slechts met tegenzin over die eerste publicaties en loof ik premies uit aan wie het bestaan van mijn eerste drie boeken een eind kan maken. Voor wie de billen knijpt en vreest dat ik hier begonnen ben aan mijn autobiografie, ik maakte deze korte levensschets enkel om te vertellen dat ik pas op mezelf kan terugkijken als de maker van een degelijk boek vanaf Problemski Hotel, dat in 2003 verscheen. Een roman die ik schreef, mijn eerste, in de hoedanigheid van een gelukkig man. En daar is niks toevalligs aan. Ongelukkigheid heeft de eigenschap zich makkelijk te vertalen in narcisme. Zelfmedelijden heb ik mogen merken in geschriften van bekende schrijvende treurwilgen, is dikwijls het schaamlapje van de zelfgenoegzaamheid. Niet dat zelfgenoegzame mensen niet in staat geacht moeten worden uitstekende romans te schrijven, voorbeelden genoeg die het tegendeel bewijzen. Maar voor het soort literatuur dat ik wens te bedrijven, kan ik niks met dergelijke sentimenten. Ze beknotten mijn zeggingskracht, verarmen het coloriet van mijn oeuvre. Ik kan enorm, maar dan ook enorm houden van het vertelperspectief van de cynicus. En ongeluk is daar inderdaad een uitstekende visvijver voor. Maar cynisme heeft de kracht van een natte krant wanneer de dosis daarvan te hoog ligt. Ach zo dus, ik ben gelukkig. En wat mag dat dan wel voorstellen, dat geluk van mij? Als ik het kort moet houden, dan zeg ik dat ik momenteel ruim bediend ben in datgene in wat nonkels en tantes elkaar met nieuwjaar wensen. Een goede gezondheid, geld en chance in de liefde. Een gouden trio dat ik hier al ter sprake bracht. Van die liefde heb ik het meest. En mijn geld mag ik verdienen met datgene wat ik altijd heb gedaan, met de arbeid die het nauwst aansluit bij wie ik ben. Of zoals ik al eens een stralende tuinier hoorde beweren, ik heb van mijn hobby mijn beroep gemaakt. Voor het geluk lijkt dit mij meer dan stevige bagage mee. Heb ik daar verdienste aan mijn geluk? Wauw. Ik kan er niet van onder te stellen dat ik geluk heb gehad met mijn geluk. Mijn gezondheid, die onderhoud ik weliswaar door eens per maand een appel te eten, maar voor de rest beschouw ik het toch maar als een cadeau 39 jaar lang gespaard te zijn gebleven van terminale smeerlapperijen. Mijn vrouw heb ik gevonden omdat ik haar niet zocht. Zij zocht mij trouwens even min, dus dat is ook al mazzel hebben. En dat ik het beroep uitoefen dat ik immer en altijd heb geambieerd, is misschien wel de vrucht van mijn eigen doorzettingsvermogen. Maar ik haast mij ogenblikkelijk om daaraan toe te voegen dat er uitermate fantastische schrijvers onbekend en onbemind en vooral heel erg arm zijn gebleven in weerwil van hun talent en relevantie. Als ik het allemaal op een rijtje zet, moet ik bijna stellen dat het geluk mij is overkomen als een auto-accident. Ze beleefden enkele weken van geluk, schrijft de zeer narcistische, maar enorm ter zake doende auteur Michel Houellebecq over een fictief koppeltje in De Kaart en het Gebied. Zijn laatste. En hij gaat verder. Het was niet het hevige, koortsige geluk van jongeren. Kon dat niet meer zijn. Ze konden onmogelijk nog een weekendje lekker doortrippen of zich platzuipen. Het was al de voorbereiding, maar ze waren nog jong genoeg om zich daar vrolijk over te maken. Op het epicurische, vredige, ingetogen, geraffineerde geluk dat de westerse samenleving vertegenwoordigers van de hoge middenklassen op de helft van hun leven biedt. Ik heb het voordeel gehad dat ik thuis op mijn markt deze 10 keer mocht lezen. Zeker in kunstwinnende middens ben ik niet geacht daar trots op te zijn. Maar ik kan mij makkelijk in deze beschrijving van een gelukkig mens terugvinden. Epicurisch, vredig, ingetogen, geraffineerd geluk. Nu ja, dat
durft nog wel eens te gebeuren. Abusievelijk haast, alleszins niet planmatig, maar ik moet er 3 dagen van herstellen en heb altijd een vreselijke spijt ervan rouwig op de teloorgegaande hersencellen. Wellicht dat ik mij ook daar positioneer, statistisch gezien op de helft van mijn leven, in de middenklasse. Of dat dan de hoge of de lage middenklasse moet zijn, weet ik niet, interesseert me ook niet. Ik ben alleszins niet één van die 10 Belgen die een tweede woning in het buitenland bezit. Deze beschrijving van uw Willebek zal op velen de indruk maken van kleinburgerlijkheid. Of in het jargon van veertigers, die mallegreen willen tonen dat ze de hippe taal van twintigers beheersen, een leven zonder rock'n'roll. Als het dat is, wel dan weet ik wat ik mis. Ik heb mij reeds rot gerokt en rot gerookt. Dank u. Ik was 12 jaar toen ik voor het eerst een badkamer zag. Wij wasten ons in het midden van de woonkamer in een kuip. Mijn moeder kon er niet in die kuip en soms er niet meer uit. Voor de tv, op 3 meter van het schaaltje met muizenvergif. U gaat toch niet denken dat ik antidepressiva slik omdat ik plots ben gaan behoren tot de middenklasse. Maar ik voel medelijden met de angsthazen die menen in een bepaald levensmodel te moeten stappen. Die zich een swingende way of life laten opsofferen of dat nastreven uit vrees te worden versleten voor albollige trezenwezen. Het is het grote failliet van de hedendaagse westerse samenleving. Een samenleving die de kiem van haar huidige beschavingsmodel vond tijdens de Renaissance. Net daar waar het individu wordt erkend als een volwaardig gegeven in een samenleving. Van God los, eindelijk. En dat we niettemin 5 bijna volgemaakte eeuwen na Albrecht Dürer vaak te schijnluizig zijn om tegen de heersende stromen in te zwemmen, om af te wijken van een norm, een mode. Ik heb het eerder geschreven en ik vind het niet erg om zulks een tweede keer te doen. In de angst kleinburgerlijk te worden bevonden, verschuilt zich de ware kleinburgerlijkheid. Dat ik kan en mag en durf te leven, conform mijn eigen persoonlijkheid. Mijn filosofie, mijn politieke overtuiging is van eigens een veel grotere pijler in dat geluk van mij dan het materiële. Het lijkt evident, maar we zijn morgen nog niet thuis, indien wij al diegenen zouden tellen die hun hele identiteit lieten voorkouwen door de aangewaaide wanen van het moment. Gelukkig dus, ik, hip hip, hoera. Maar kan een mens zich dat ethisch gezien wel permitteren? Hoe krijgt men het klaargespeeld om zonder navelstaren gelukkig te zijn? Dat is de relevante vraag die wij ons moeten stellen. En die in geen van de boeken zelfboekjes omtrent geluk wordt gesteld. Hoe kan ik, zonder mezelf meteen te afficheren als een egoïstische zak, beweren gelukkig te zijn als om mij heen soort en andere genoten creperen onder diverse vormen van ellende? Kan je gelukkig zijn als zoveel het niet zijn, het niet kunnen zijn, het niet mogen zijn? Op de een of andere manier doet de denkoefening mij denken aan een bord karnemelkse pap met daarin drijvende bloem, aardappelen en hardgekookte eieren. Een bord dat mij zo ongeveer ergens in het jaar 1978 onder mijn neus werd geschoven en dat ik geacht werd gulzig leeg te nemen. Mijn schoonste pruilip schonk ik dit bord, waarop mijn grootmoeder, de uitvinder van dit gerecht, vervolgens over de arme kindjes in Afrika begon. Wat ik maar niet kon begrijpen was hoe de situatie van de Afrikaanse hongerlijder enigszins verbeterd kon worden als ik wel mijn bord leeg at. Het was een solidariteitsactie die wat mij betreft tot niets diende. Nuttiger leek het mij om mijn bord karnemelkse pap op de post naar Afrika te doen. Dat je als tevreden mens in een ruimschoots verrottende wereld verwijtend zou moeten worden aangekeken, is bijna hetzelfde als stellen dat het barbaars is om na de Holocaust nog poëzie te schrijven. Alsof poëzie daar enkel is om het geritsel van boterbloempjes in de namiddagwind te beschrijven. Adequater lijkt mij de uitspraak dat er na de Holocaust poëzie geschreven moet worden. Maar meer dan
dan ooit en beter dan ooit. Natuurlijk rochel ik mijn gortigste slijmen op, wanneer radicaal hun eigen ingewanden en helaas die van vele anderen de lucht inblazen op een druk marktplein om een goede God te dienen. Vanzelfsprekend bries en brul en tier ik van binnen wanneer de economie haar onmenselijke kern etaleert. Ik braak van het instand houden van het onrechtvaardige kastensysteem in India, van wat racisme aanricht. Er zijn dagen dat ik de hele mensheid wens uit te scheiden met alle macht die ik in mijn darmen heb. En ja, vele malen minder nobel loop ik soms te bokken en te katten, simpelweg omdat ik er niet in slaag een deftige zin op papier te zetten. Of om het met de woorden van mijn grote leermeester, de goddelijke bronpot Jeroen Brouwers, te zeggen, aangevreten door de nooit aflatende twijfel aan de kwaliteit van eigen werk, die nooit die staat van voortreffelijkheid bereikt die je voor ogen stond toen je eraan begon. Het kan nog lulliger, beste mensen. Ik kan de onhebbelijkste zeiksnoor van het noordelijke halfrond zijn, omdat ik het avondmaal verknald heb met een plotterboter te weinig en een ruk aan de pepermorel te veel. En o, nutteloze boosheid om een luizige niets. U wenst mij niet als huisgenoot, daags nadat een groot licht en goed gesalarieerd recensent gemeend heeft mijn nieuwste penvrucht te moeten afbreken in een dagblad dat 's weekends uitpakt met bijlage handtassen, reis naar Madagaskar en recepten met olijfboompitten. Toch wens ik deze briesende, brullende, tierende, brakende, vloekende, stampende, scheidende, bokkende en kattende mens te zien als een uiterst gelukkig iemand. Omdat het gros van zijn woede en ontevredenheid voortkomt uit het cognitieve denken. En dat doet geen enkele afbreuk aan mijn aanstellerige begin, waar ik vol zelfmedelijden mijn betieterige vernuft opvoerde. Te mogen nadenken over de wereld, dat te kunnen, dat te willen, is iets wat mij gelukkig stemt. Dus uiteraard zou ik daar graag nog beter en grondiger over kunnen nadenken, ook al valt er weinig fraais over die wereld te berichten en leidt dit soms tot de door en door misantropische diarree die ik met een boek als Godverdomse Dagen op een godverdomsel met mijn volste overtuiging heb afgedreven. Daar kom ik terug bij de titel van Frans Poynton. Ongeluk is ook een soort geluk, al heb ik er zo mijn twijfels bij of de heer Poynton daar hetzelfde als ik mee bedoelde, dan nog. Ik voelde mij dan ook ruim te veel vereerd en in goed gezelschap met mijn gedachten, toen ik las wat Philippe Roth deze maand in de zuidelijke tiende liet optekenen. Dat hij er tegenop zit te sterven, niet zozeer omdat hij het leven een vrolijke kermis vindt, maar omdat hij gepassioneerd is door het bewustzijn. Zoals goudvissen het al bij al nog gezellig weten te houden in een vijver waarop zich zachtjes aan een laag ijs vormt, gewoon omdat ze de handigheid hebben een knop om te draaien en over te schakelen van koudbloedigheid naar warmbloedigheid. Of dan toch zo ongeveer, want een vergelijking als deze is bij voorbaat gedoemd om lang te lopen, maar zo ongeveer handhaaf ik mijn geluk in een stontige wereld, bewoond door stontige soortgenoten. Vanuit mijn kleinburgerlijke genoegens, mij warmend aan mijn heerlijke liefdesleven, het avondelijke glas wijn, mijn nu nog blakende gezondheid, zei het met een rugwervel van 2 centimeter, artrose die nu reeds opspeelt in één poot en het vermoeden van tendinitis in mijn linkerwieler toewist en knie, genoegzaam onder het comfortabele dak boven mijn hoofd, kan ik, gebogen boven mijn krant, de ongelukkigste gelukkige mens denkbaar zijn. Maar dat hij gelukkig is, die ongelukkig gaat, is belangrijk voor de kwaliteit van mijn ongeluk. Het is een ongeluk dat niet enkel om en rond mijn eigen thema stolt. Niet het ongeluk zoals je makkelijk ziet aan de togen van koepen in stationsbuurten, gelijk een aureool waarmee de klagende orakels gedurig hun eigen kop belichten. Een welbewuste en met iets van werklust aangevatte vorm van malcontentement en in wezen dan ook constructief. Als ik desgewijs ongelukkig ben, dan zal ik het bijna een Cartesiaanse invulling willen geven en het van de daken krijten. Ik ben. Dus nee,
Ik loop niet elegant door buiten de grassen. Ik doe geen arias onder de douche. Soms. Laat mij niet strikken voor een parodie op een postnatale oefening op een of andere yogamat. Het is heus niet daar, op een van die talloze manieren die dezelfde bloedjes mij adviseren, dat mijn geluksgevoel zich in haar zuivere kracht manifesteert. Maar ik ben u niet. En als een postnatale oefening of een variant daarop u wel dolgelukkig maakt, moet u dat vooral niet laten. Wij moeten vooral onze handen op onze kop leggen en kijken wie hieronder staat. Onszelf definiëren, onszelf bevragen en ons vooral niet door anderen laten dicteren welke weg naar het welzijn het best geasfalteerd is. Problemski Hotel, zei ik, en ik rond stilaan af, aangezien een mens van te wijdlopige lezingen ook niet gelukkig wordt. Problemski Hotel, het eerste boek waarvan ik zelf vond dat het deugde, het eerste boek ook dat mij aan een anderstalig vleespubliek heeft geholpen en het eerste boek dat ik schreef als een wezen, grotendeels in vrede met zichzelf, waardoor ik mij op alle vlakken klaar voelde mij te zetten aan een boek over het ongeluk van anderen, in concreto hier, het ongeluk van asielzoekers, Emile Zola, Charles Dickens, schrijven voor diegenen die het voorlopig zelf niet kunnen neerschrijven. Ik wil hier niet het debat openen of artiesten de dwingende plicht hebben de wereld te verbeteren of te willen verbeteren. Laten we kort zijn en zeggen dat zij die plicht niet hebben, maar dat het godverdomme toch mooi meegenomen is wanneer ze daarin slagen. Artiesten en zeer zeker schrijvers worden al te vaak in het maatschappelijk debat betrokken, af en toe zelfs met een reden. Maar wat is een maatschappelijk debat anders dan praten over geluk? Wat anders zijn politiek en economie dan deelverzamelingen van die ongrijpbare noemer genaamd geluk? Het gaat dus niet op, met andere woorden, dat de intellectueel, en ik noem hem nu enkel intellectueel voor het gemak, het gaat dus niet op dat de intellectueel in één en dezelfde asem zijn naam verbindt aan een petitie die eist dat de mensenrechten worden nageleefd in natie X of Y en toch laatdunkend doet over al dat nagejaagde geluk. Alleen al vanuit dat filantropische oogpunt zou ik hopen op de wedergeboorte van een literaire lefgozer, iemand als Karel Čapek inderdaad, die de onmogelijk gewaande taak aangaat een geslaagde roman over een allergelukkigste, ongecomplexeerde mens neer te pennen. Of gewoon nog maar de literaire neerslag van een beginsel van geluk. Zo'n boekje waaraan ganse bevolkingsgroepen zich kunnen optrekken, waarin zij zich wensen te spiegelen en dat vervolgens een aantal nuttige revoluties veroorzaakt omdat de mens de moed vindt alles wat zijn geluksgevoel in de weg staat neer te maaien. Want het is toch al te zot dat er anno 1774 een volgens cultuurhistorici niet te onderschatten grote aantal zelfmoord over Europa waarde. Enkel omdat het populaire romanpersonage Werther van Goethe zichzelf door het hoofd schoot. En dat het tegendeel, iets wat ik mij probeer voor te stellen als een massaal meeleven met de vrolijkheid van de jonge Werther, dat door geen enkele literaire fictie kan worden opgewekt. Ongelukkigheid als modeverschijnsel. Ik kan er mij wel iets bij voorstellen. Het vrolijke en liefdevolle van de hippie, dat als tegenbeweging de hele sombere kerkhof-idolatrie van de New Wavers krijgt. En Goethe inderdaad. Ik begrijp het wantrouwen tegenover al dat gepredikte geluk van tegenwoordig, zeker wanneer je het weet gekaderd in de vogel van de dag. Het tendentieuze mag nooit het voordeel van de twijfel krijgen, zeker wanneer het over welzijn, over het zich goed voelen gaat. Moeten wij trots boven de modes uitgetogen staan. Moeten is daar het werkwoord inderdaad, omdat een universele streven naar geluk altijd iets te maken zal hebben met een streven naar onder meer rechtvaardigheid. En daar mag iets knutterigs als een modeverschijnsel geen impact op hebben. Maar ik heb een flauw vermoeden dat het met schrijvers als met dokters is. Het leven is aangenamer zodra zij overbodig zijn.
Dus die opstromen over absoluut geluk, waarom niet knullig getiteld Willy de Breedsmoe Kikker, zit er, vrees ik, echt niet in. Als u mij nog enkel zou willen toestaan om jullie allemaal persoonlijk het opperste geluk toe te wensen. Niet zozeer omdat ik ben begaan met elk van jullie persoonlijk, er bevinden zich vast ook etters in deze zaal, maar omdat het zelden de gelukkigen zijn die elkaar de duvel aandoen. Al diegenen die een oorlog zijn begonnen, er scheelde toch iets aan. Was het hun moeder niet, dan was het wel een mankerende deelman. Gelukkig zijn, een burgerplicht. Bijna zou je daar opstandig van worden en malheureus zijn voor de vorm. Niettemin, zolang je dat van mij of enig ander niet in de weg komt te staan, wens ik met alle geluk van de wereld toe. Amen. Bent u overweldigd door de schitterende woorden van het spraak voor echt gebruik. Ik maak mezelf een beetje zorgen. Ik heb enorm het gevoel dat ik als een pastoor aan het klinken was. We zullen dat vragen aan de zaal. Ja. Zijn er vragen? Of bedenkingen? Opmerkingen? Gedachten? Associaties? Weet je, ik geef je gewoon mijn microfoon. Dat is misschien handig. Maar heel kort, het was meeslepend en ontspannend, dus dank u wel. Dat is een hele mooie bedankt. De meneer, ergens in het midden, hoor. Ja, ik heb toch een paar bedenkingen. In die zin dat ik eigenlijk veel goede schrijvers ken die over niet anders dan geluk schrijven. En die daar hun volledige carrière aan gewijd hebben. Ik vind dat hier te kort aan. Ik vind dat namelijk. Ik ken Tolstoy en zijn. Zo wordt er veel geschreven. Maar ik heb een lijst gemaakt van 15 schrijvers. Misschien maar vijf. Maar daar wil ik straks niet meer over spreken. Dus ik wil het een beetje relativeren eigenlijk. Maar ik heb ook niet gezegd dat die boeken er niet zijn. Ik heb gezegd dat ik ze niet ken en dat ze niet in mijn boekenkast staan. Wie zijn die 15? Wel, ik kan natuurlijk een beetje overdreven met 15. Ik was nog zo vriendelijk om je tot 5 te beperken. In Nederland heb ik er 2. Maarten Toner en Cees Benning. Heel goed. Dan heb ik er in het Engels veel. John Kennedy O'Toole. Niet de minste. Ja. Een Engelsman van... Kelly Tour, dat is die, the Silence of the Long Distance Runner. Nee. Kelly Tour. O'Toole. A Conspiracy of Nurses. Ah ja. Het is niet Kelly Tour, dat is die, nee? John Kennedy O'Toole. Ah ja. Okay. Dan heb ik de Canadees, waar ik de naam vergeten ben, die zijn naam begint met een D. En hij is heel... Dimitri. Was Brandon de Boom. Thomas Pynchon, niks anders dan vreugde. John Barth, niks anders dan vreugde. Gide, dat is Frans, dat vind ik eigenlijk ook optimistisch. Sartre ook. Montaigne, sommige merken van Diderot. De beroemde boek van Aristoteles, wat hier is ook hypothetisch over de macht. Epicurus, alhoewel dat je dat wel verschilt wordt bekijkt, maar ik vind Epicurus. Ovidius. En dan een aantal geschiedenisschrijvers, gelijk Mary Noble of Manning, Mrs. Reed, zowel Goethe, die heeft zelf aangebracht. Dus er zijn er veel eigenlijk. Okay. Goed, bedankt. Ja, we kunnen beginnen, denk ik. Het heeft misschien niet direct te maken met het onderwerp van de lezing, maar ik ben persoonlijk erg geïnteresseerd in Lorca, een Spaanse dichter en schrijver. En ik weet dat u ook adaptaties gemaakt hebt van zijn theaterwerk. En ik vroeg me af wat u eigenlijk tot bij hem brengt. U had het even over engagement van kunstenaars of van schrijvers in het algemeen. En ja, ik vroeg me af of het misschien dat is wat u tot bij hem brengt. Of wat interesseert u in hem?
Het zijn meerdere dingen. Het engagement komt eigenlijk niet zo, is niet het eerste wat mij naar Lorca heeft gedreven. Maar ik vind zijn toneelstukken, ik ben geen fan van zijn gedichten en zijn flamenco muziekjes, daar ben ik zo niet meteen wild van. Maar die theaterstukken, die hebben een soort tijdloosheid en die werken ook met heel eenvoudig benoemde protagonisten. Het gaat om een moeder, om een tante, om een zoon. Gezinsstructuren eigenlijk. Heel vaak benoemt hij ook de personages niet. En het zijn kleine gemeenschappen die heel overzichtelijk zijn. Voor een theater vind ik dat heerlijk om mee te werken. Ik vind het ook een zeer mooie verteller die een beetje nasluit bij de man die ik daarnet al genoemd heb, waar ik heel zot van ben, namelijk Marques, dat dorpsgemeenschappen een beetje afgesloten lijken te zijn van de rest van de wereld, maar die verdomd zo sterk op die rest van de wereld lijken. En dat conflict tussen die twee vind ik eigenlijk, ik heb een beetje schrik aan die als een literatuurprofessor gaan beginnen klinken, maar dat spreekt mij enorm aan in Lorca. En gaan staat dat geëngageerde, ik vraag me af indien ik minder verstand zou hebben van Lorca, of mij dat zou opvallen. Moest ik nu nooit een geschiedenisboek hebben gelezen, of mij dat zou opvallen, of Lorca ergens politieke stellingname heeft met zijn boeken. Ik denk het eigenlijk niet, en dat maakt het ook wel goed. Je hebt het ook bij de toneelstukken van Václav Havel, ondergrondschrijver uit Tsjechoslowakije die dan later president is geworden. Als je die toneelstukken leest, je voelt wel dat die is begaan met de mensen, met de samenleving, maar dat is helemaal niet opdringend. Je voelt daar niet dat daar iemand aan boord is die een revolutie wil ontkeren. Persoonlijk ook vind ik het werk bijvoorbeeld vrij toegankelijk voor iedereen. Je hoeft niet per se een intellectueel te zijn, of ja, hoe moet ik het ook zeggen. En dat vind ik ook wel terug bij Lorca. Mm-hmm. Ja, dat is voor mij een overeenkomst die ik een beetje zie. Ja. Dat vind ik interessant. Doe, ja. Merci. Je had wel betere kostuums als ik. Zijn haar was ook beter gekant. En hij sliep met mooiere jongens ook. Maar Lorca was wel... voor Lorca was het veel moeilijker om niet intellectueel te zijn, want hij was er een en ik niet. Lorca was oneindig malen, veel malen slimmer dan ik. Hij had ook een zeer grote intellectuele vriendenkring, had omgang met Salvador Dali, met Buñuel en... Hij zat echt in die culturele scene en zat daar middenin. Dus de prestatie voor hem om eenvoudig te schrijven was veel verdienstelijker dan het voor mij zou zijn. Zijn alle beschrijvingen? Nee, maar dat is het. Een paar afsluitende vraagjes, mag ik? Ja? Hoor ik u doorheen uw verhaal? Ik probeer de moraal van het verhaal te vinden. Ten behoeve van de student. Hoor ik u een pleidooi houden tegen moralisering van geluk, zowel door de intellectuele klasse, en met name ook de literatoren, als door zelfhulpgroepen en zelfhulpcursussen, wordt gelukkig à la goed gevoel? Ja, maar dat zou dan bijna gaan betekenen dat ik zelf moraliseer tegen het moraliseren. Dat was dan de tweede vraag. Als ik heel eerlijk ben, dan weet ik het eigenlijk zelf ook. Ik schrijf dit al denkende. Het valt mij toch wel op dat er een zeer grote discrepantie is tussen datgene wat in de FNAC links staat, namelijk de zelfhulpboekjes, en datgene wat rechts staat, zijn het dan de literatuur, dat enerzijds dat geluk zodanig wordt gepredikt en iets wat je bijna moet doen, en
we hebben allemaal een dosis rebellie in ons, dus van af en toe dat je iets moet doen, is je wisting al over. En aan de andere kant, die cultus van het verdriet die de literatuur toch heel vaak is. Er zijn uiteraard wel mensen die andere boeken schrijven, maar als we het allemaal op een hoog zetten, is het toch een grote keuze. Wat mij het meeste stoort is de kalenderspreuk, dat ongeluk een zeer grote bron voor alleen de grote mensbron zou zijn voor kunstenaars. Daar word ik ook wel een beetje woedend van. En ik hoop dat ik dat ergens kan illustreren om inderdaad aan te tonen wie er zowel wel wint en Nobelprijs wint. Het is toch frappant dat er grote brokken, treurige brokken van de wereld, gewoon niet vertegenwoordigd zijn. Wereldliteratuur. Hoe kunnen we dan blijven volhouden dat geluk uitstekende carburatie is voor literatuur? Dat ongeluk uitstekende carburatie is. Ik vind de gedachte die u maakt, dus namelijk dat er zo'n grote delen in de wereld zijn die toch wel goed voorzien zijn van ongeluk en toch niet op de Nobelprijslijst terechtkomen. Maar heeft het ook niet te maken met het feit dat er literatuur is die ongeluk rechtstreeks probeert weer te geven, die dus zo, en dan denk ik bijvoorbeeld aan het enorme succes van autobiografieën over ziekte, kanker, depressies en ander onheil, die dus zeer goed scoren, dat een vorm van literatuur is die weinig reflexief is en in die zin eigenlijk ook minder afstand creëert ten aanzien van de lezer en minder aanzet tot reflectie. Is het ook dat soort literatuur waar u zich tegen verzet? En dan zal ik mijn vraag iets concreter maken. Bijvoorbeeld Tonio van AFT van der Heijden, die het verhaal geschreven heeft van het overlijden van zijn zoon en de rouwperiode die daarop volgt. Is dat dan voor u een voorbeeld van schrijven die een weergang, dus eigenlijk ja, die geënt is op het persoonlijke ongeluk van de auteur? Of wat is er nodig op dat literatuur voldoet om te beginnen al aan een zeer, aan de misschien wel belangrijkste eisen waaraan een boek moet voldoen. Het is goed geschreven. AFD van der Heijden kan fantastisch goed schrijven, vind ik. Moest daar niet aan voldaan zijn, dan zou ik op mijn kop gaan staan van colère. Maar die vorm moet overeind blijven. Literatuur moet eigenlijk niet zijn niet de wereld willen verbeteren. Het mag, maar dat moet niet. Het moet niet over relevante onderwerpen gaan. Als het goed geschreven is, dan kunnen we verder praten, maar laat het tot het begin goed geschreven zijn. Dus de literaire vorm en het kunnen afstand nemen van wat, als de auteur afstand neemt van wat er in feite overkomen is. Soms is het ook gewoon geen afstand te nemen en er net in te zitten en risico te lopen op een gebrek aan zelfreflectie zoals Beethoven soms ook veel te dicht op zijn compositie zat en stuntelig componeerde en bijna als een klotwerk zijn symfonieën naar buiten bracht. Waarom zou je geen fantastische roman kunnen maken volgens dat maakproces? Vanuit het ongeluk wel toch? Ja, van het geluk, dat maakt eigenlijk niet uit. Het blijft toch een je kan daarover blijven praten, maar literatuur en alle kunstvormen, denk ik, uiteindelijk, à la fin, blijft het een gevoelstuk. Je kan dat kapot analyseren en zeggen waarom iets goed is of slecht is, of waarom dit of dat eraan ontbreekt, maar echt uitleggen waarom iets goed of slecht is, het blijft ook iets gevoelsmatigs. Ik heb het Jan Hoed deze week nog ergens horen vertellen, dat hij zei van kunst moet eigenlijk niet rechtstreeks inlaten met politiek, omdat het dan zijn voornaamste eis, namelijk dat intuïtieve, dat gevoelsmatige, zou loslaten en dan hebben we geen kunst meer. Mag ik dan stellen dat u in uw betoog eigenlijk zegt dat zowel de markt van het geluk, die gelooft in de maakbaarheid van het geluk, als dus dat het probleem daarvan is dat geluk functioneel wordt ingevuld
En dat de literatuur zich niet mag laten misleiden door de verleiding dat zij functioneel zou zijn in het bevorderen van mensen's geluk. Dat het gewoon niet de taak is van literatuur of van kunstenkoer. En moeten we dan ook, als dat zo is, niet zeggen van lang leven de zelfhulpgroepen voor geluk. Die doen hun ding en literatuur dient voor iets anders. Of dient nergens toe, is gewoon kunst. Hebben jullie nog een kago-vijver? Kort ga. Ja, we moeten dat kort doen. Nou, ik denk dat. Hadden we nu maar van Rompuy, dan komen we met een haiku. Om te beginnen, ik heb ook niet willen zeggen dat ik iets tegen al die zelfhulpgroepen heb. Ik heb ook niets tegen die mensen die dan in zo'n groep staan te lachen. Echt waar, ik bedoel, als die mensen dat goed doen, wel dan ben ik, waarom zou ik daar iets op tegen hebben? Zo, mensen die bomen en koeien knuffelen, je gaat het mij niet zien doen. Maar ik ben de contentste mens van de wereld als het iemand anders plezier kan, als die mens daarmee van hun thuis blijft. Zeg maar. Die neiging heb je dan als je naar je woord zit, dan ben je in de loze laag uitdagen, maar ik kan het. Maar, ja. Kunst is ooit eens voorgesteld als de verheffende trap van kunnen. Je hebt kunnen, kunst. Maar ik vind niet dat dat klopt. Omdat dat zou bijna betekenen inderdaad dat je iets kan met die kunst, maar ook in kunst kan je ook je hulpeloosheid eigenlijk op een dienblad aanreiken aan de lezer en ook zeggen van ja, eigenlijk moet het allemaal zelf oplossen. Kunst als troost? Soms. Het kan ook dienen om iemand ook dieper in de putten stampen dan die waar je al in zat. Maar geen catharsis in elk geval. Ook soms. Kunst, dat is zo gigantisch. Dat is zo gigantisch groot. Eigenlijk moeten we dat gaan opdelen in verschillende termen. Want we spreken daar over zoveel even dingen die gemaakt zijn. In zoveel verschillende stijlen. Door zoveel mensen met al die verschillende karakters en achtergronden. Dat je bijna niet meer over kunst kan praten. Als één ding. Voor ieder voorbeeld dat je geeft. Heb je meteen die andere die het tegendeel beweert. Ik kan voorbeelden geven waar kunst als catharsis zeer goed helpt. Ik kom dan heel vaak bij de Grieken uit, maar ik kan daar ook meteen tien werken tegenoverstellen dat een echt tegenovergestelde effect heeft. Wat is in elk geval, als er al een moraal aan uw verhaal te koppelen is, het is nog, ja, als het gaat over geluk en geluk zoeken, is er geen enkel moeite. Ja, nog in de literatuur, de maar ik denk dat we gewoon iets minder hysterisch en pathetisch moeten omspringen met de termen geluk en enfin, met geluk mogen we wel iets ernstiger nemen. Maar ik vind dat geluk op dit moment echt zeer op een zeer burgertrutterige manier aan het behandelen zijn. Dat we daar iets volwassener mogen benaderen en dat ongeluk niet noodzakelijk geluk in de weg staat, dat gaat soms heel goed samen. Ja, dat vind ik een zeer mooie gedachte, inderdaad. Ja, die mengeling. 23 november komt Pascal Bruckner, de man die het boek schreef, Je zult gelukkig zijn, Frans romancier en filosoof. De lezing zal in het Engels zijn, maar de man in kwestie heeft beloofd om vooraf de tekst aan te leveren en dan zal ik ten behoeve van de student een PowerPoint maken met vertaling. Dus zijn boek waarop hij zijn lezing baseert, Je zult gelukkig zijn, is moeilijk nog verkrijgbaar, maar het verkoopt een paard van Troje, geen agent, die heeft een voorraad van die boeken opgekocht. Dus als je wil in het Nederlands voorbereiden op deze lezing, dan is dat echt wel een aanrader.